Gespreksleider van het debat was hoofdstudium generale van de TU, Lucas Asselbergs. De zaal zit al goed vol. Wat verwacht u ervan? Ik hoop dat we een pittige discussie krijgen, maar dat schijnt heel moeilijk te zijn. Want de premier is hoe dan ook ontzettend onkwetsbaar. Dat heeft hij al goed laten zien. Aan de andere kant is het natuurlijk zeer te waarderen dat het zo'n ontzettend debatbeest is, die je niet zo makkelijk onderuit krijgt. Maar we hopen toch wel dat we hem hier en daar een beetje aan het wankelen kunnen brengen. En dan vooral op de inhoud en niet op de ongein eromheen. Dat vind ik eigenlijk niet zo heel erg wezenlijk. En de studenten lijken er ook zo over te denken. Ze hebben een aantal serieuze vragen voor de premier. Het CDA geeft aan dat ze niks aan de basisbeurs willen doen. Maar dat studenten die langer studeren wel meer geld zullen moeten gaan betalen. Nou, en er zijn gewoon heel veel technische studenten die langer studeren, omdat de studies gewoon toch redelijk zwaar zijn. En ik ben wel heel erg benieuwd hoe die gaat voorkomen dat beta-studies minder aantrekkelijk worden dan alpha-studies, puur op financiële gronden. Ja, de gespreksleider zei net al, hij is redelijk onkwetsbaar en hij is heel goed in debatten. Wat... Ja, dus ik ben ook heel erg benieuwd. Ik vind het heel spannend, maar ook al heel erg leuk. Veerle is niet de enige met een pittige vraag. Ik ga een vraag stellen over de hypotheekrenteaftrek. Dus wel een redelijk veel besproken onderwerp. Ik heb een aantal leuke cijfers die goed laten zien hoe die hypotheekrenteaftrek nu eigenlijk met name de rijkere inkomens daarin helpt. En daarnaast heb ik een quote uit het verkiezingsprogramma van het CDA. En die quote gaat heel erg over de zwakkeren in de samenleving helpen en solidariteit. Dus ik wil daar graag een reactie op. Dus ik hoop dat die ook een specifiek antwoord terug kan geven. En anders zal ik daar wat extra kracht achter moeten zetten, vrees ik. En dan is het debat alweer voorbij. Volgens de premier is het inhoudelijke gedeelte wel gelukt. Ik heb hier geprobeerd een inhoudelijk verhaal te houden over wat heeft Nederland nodig, hoe staan we ervoor, met name wat betreft economische ontwikkelingen. Studenten zijn evenzeer ingegaan op onderwerpen, studiefinanciering, begrijp ik heel goed, maar ook zaken als hypotheekrenteaftrek. Dat was leuk om te merken dat ook dat thema zelfs leeft bij studenten. Ja, u zegt al, hoe staat het ervoor? Op dit moment is de berichtgeving over het CDA niet zo heel rooskleurig. Hè? Hoe ziet u dat zelf? Nou, voor mij werkt het alleen maar zo van iedereen kan schrijven wat men wil. Mij stimuleert alleen dan nog meer om hard tegenaan te gaan. Omdat ik niet wil dat wij de oplossing van problemen vooruitschuiven, wat de PvdA doet. Ik wil evenmin dat we de rekening desastreus neerleggen bij ouderen en bij gezinnen, zoals de VVD doet. Ik heb echt behoefte aan een beleid dat evenwichtig is, dat solide en stabiel is, dat Nederland jou sterker maakt. Maar dan wel met een goede balans. Nou, daar sta ik voor en dat gaan we uitdragen tot en met de laatste minuut op 9 juni. Dus je gaat nog steeds voor goud? Absoluut.